VV Bennekom TV wordt mede mogelijk gemaakt door Jilles Baggerman Makelaardij en Estate, Hypotheken en Verzekeringen. Ja, Berits, gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. Een wereldgoal. Ja. En een kopgoal zoals we eigenlijk op de training heel vaak van je zien. Wat vond je ervan? Ja, ik denk dat het niet een van onze beste wedstrijden was. Als je ziet dat de kansen verlopen, waren we natuurlijk veel beter. Qua kans, ik denk dat we er ook wel een stuk of vijf konden maken. Dan gaan we er met geluk vanaf. Ik zeg, de enige kans die we eigenlijk hebben, die daar is misschien van Jeffrey ook. Maar de kansen die we hadden, daar hebben we het misschien ook wel uitgehaald. En hoe bleef jij zijn wedstrijd achterin? Een paar van die grote bomen erin, die kleunen erin. Ben je er fysiek goed tegen opgewassen? Ah, jawel. Het is kijken hoe groter ze zijn. Of moet je slimmer wezen? Ja, ik denk dat je ook wel slimmer moet wezen. Ook met je timing heeft ook heel veel ermee te maken. En dan kom je al wel aan eind. En met je maatje Mikey, af en toe al onrustig door vele wisselingen voor hun van hen. Ik vond met name die nummer twee van hen, die mocht erg ver opkomen. Ja, die twee, ja, die scoorden volgens mij ook. Maar het is gewoon duidelijk bij elkaar. En ik weet dat ik altijd weet waar Mike staat. En hij weet ook dat ik bij hem erachter sta. Dus dat is gewoon fijn. En is het dan ook weer fijn dat er zoals Sander Dominicus weer terug is, dat we twee echte bekjes spelen? Ja, ik vind het sowieso altijd fijn. Kijk, we hebben Roy op de rechtsback gehad. Ah, Roy heeft het prima gedaan. Maar ik denk, persoonlijk vind ik Roy meer een middenvelder. Dat zie je ook wel deze wedstrijd en de vorige week ook. Dus ik ben altijd blij als Sander of Jona, die kan trouwens ook goed spelen. Of die rechtsback spelen. En hij heeft het goed gedaan. Volgens mij voor voorzorg ging hij eruit. Maar blij om hem ook weer terug te zien in het veld. We hebben weer lekker drie puntjes hierop gehaald. Dan hier zullen ze zeggen, is onterecht. En wij zullen zeggen, nou, het is wel verdiend. Na het aantal minuutjes wat we gemaakt hebben, goed voetbal hebben laten zien. Ja, we hebben wel, we speelden wel bij Vlagen, speelden we aardig voetbal, denk ik. En kansen kunnen we het niet echt noemen, maar ze zitten wel. Ja, dus een verdiende overwinning. Vind ik wel. Oké, bedankt, Just.